hele goede morgen, guys. Het is vandaag woensdag. Ik ben me aan het klaarmaken, want we hebben zo'n heel spannende afspraak. Maar dat heb ik zo wat over. Ik moet even snel mijn haren fixen. Ik heb even een nieuwe broek aangedaan. Echt zo irritant. Ik heb dus allemaal broeken gehaald bij de Zara. Maar ik zit dus net tussen twee maten in, waardoor het eigenlijk net niet mooi zit. Waardoor ik dus eigenlijk een riempje moet dragen. Maar ik vind het wel leuk. Het heeft wel iets van de 90s. I love it. Ik ga hier ook nog even een jeansjasje overheen. Dan heb ik een beetje die 90s vibe, denk ik. Ik hoop dat het een beetje bij elkaar past. Volgens mij past het prima. Het is niet dezelfde jeanskleur. But I love it. Ik ga snel mijn haar doen, guys. Tot zo. Hey, liefje. Je haartjes gedaan. Wat mooi. En wat zie jij er mooi uit. Een mooie broekje. Mooie broekje heb jij aan. Ja. Ja. Hé, mijn kleine jongen. Hé, mijn kleine jongen. Doe maar je speentje uit. Doe maar je speentje uit. En zit die big boy. Ja. Baba. Oh. Hey. Guys, wij zitten eindelijk in de auto. Het duurt tegenwoordig echt zo lang voordat we in de auto zitten. I love the take two. Oh man, ik kan niet meer van voren opnemen. Omdat mijn stoel echt zo erg naar voren zit. Omdat Esther hier achter zit. Waardoor ik dus van voren echt zo'n lelijke shot had. Dus ik dacht, nee, ik wil het echt vanaf daar even filmen. Maar wij zijn dus onderweg naar een heel leuke afspraak. Die hebben we. Ga nou gewoon, jongen. Oké, guys, wij zijn. Ik ga niet meer wallen. Je film maar. Oké, guys, wij zijn onderweg naar een hele leuke afspraak. We hebben maanden geleden echt al ingepland. Maar wij willen heel graag een nieuwe tattoo. Voor de SCID. Ik wist alleen echt heel lang niet wat ik precies wou zetten. Want ik vind de Arabische letters heel mooi, maar ik twijfelde, want ik vind een beetje zo dat cursief, was het cursief of zo? Mag ik een grote cappuccino? Ja. Dat was het. Dan ook een oranje het eerste. Geef me je. Ik ben zo klaar met jouw vlog. Ik ben zo klaar met jou en je vlog. Ben je al schattig filmen? Ja. Is er een andere kant? Echt zo wat Oké, guys, wij zijn weer terug van een tattooafspraak. Deze meid heeft gewoon een nek tattoo. Oh my god. Maar ik ben er echt zo blij mee. Jullie hebben het goed kunnen zien nu. In ieder geval, ik ben er heel blij mee. Ik had dus twee opties in mijn gedachten. Ten eerste, ik wil heel veilig gaan. En dat was dus deze plek. Heb ik ook even uitgeprobeerd. Ik wou het eigenlijk hier zetten. En toen dacht ik, nee, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo mooi. Dus vooral als je denkt van, hoe kom je nou opeens bij een nektattoo? Ik zag dus laatst zo'n Pinterest foto. En ik was dus op zoek naar een mooie plek voor mijn tattoo. En toen kwam ik het tegen. Het was echt zo'n heel chique vrouw die dan zo'n nektattoo had. Echt heel mooi dun gezet. En dat was ook tekst, maar geen naam.
Nee, toen dacht ik eigenlijk bij mezelf, eigenlijk vind ik het hartstikke vet. Ik wil het ook. Dus toen heb ik het uitgeprobeerd dus eerst. En ik keek in de spiegel en ik vond het hartstikke mooi. Eerst had hij hem zeg maar meer in het midden gezet. En toen dacht ik, nee, doe maar even liever iets meer naar de achterkant. Want ja, ik ben niet echt een tattoo girl of zo. Ik heb nu in totaal 2 tattoos. En nou, ik ben heel blij met mijn keuze. En Nessie heeft hem ook met een andere kant. Als we zo tegenover elkaar staan, hebben we hier dus allebei zet in onze nek staan. Echt heel mooi. Ik ben er heel blij mee. Over naar iets anders. Ik ben dus echt sinds kort weer begonnen met gezond eten. En ik moet eerlijk zeggen, mijn lichaam moet daar echt aan wennen. Want ik werd dus echt letterlijk eergisteren gewoon ziek van het feit dat ik gewoon gezond aan het eten was. Echt heel raar. Mijn darmen zijn het dus niet gewend, waardoor ik dus helemaal ziek was geworden. Dus ik moet het denk ik een beetje langzaam gaan opbouwen. Maar waar ik dus echt altijd moeite mee heb gehad, en dat weten jullie allemaal ook, is water drinken. Guys, echt, de laatste tijd leef ik gewoon op cafeïne. Het is altijd Red Bull of koffie om gewoon de dag door te komen met een baby. Maar ook gewoon slaaptekort, guys. En dit is wat de laatste tijd bij mij echt helpt, om gewoon meer water te drinken. Ik ben echt iemand die heel visueel is. Het moet er meer ook allemaal mooi uitzien. En ook nog lekker smaken. Ik heb die over deze Air Up fles. Het is echt een heel mooie fles, zoals je ziet. Super handig in gebruik. Je kan hem zo vasthouden. Goede formaat. Gewoon heel fijn in gebruik. Maar het fijne aan deze fles is dat je deze geurpots erbij kan kopen. Trouwens, allemaal verschillende smaken. Ik heb hier even bij de hand peach. Dat is mijn favoriet. En ik heb bijvoorbeeld hier yuzu rosemary. Oké, dus hoe werkt het? Je bevestigt dus deze geurpot op je fles. Je er zo op. Op het moment dat je wilt drinken, doe je iets omhoog en dan komt de geur vrij. Wat er gebeurt is dat het gewoon letterlijk je water een smaakje geeft. De geur wordt dus gewoon letterlijk aan het water toegevoegd en je hersenen herkennen dan gewoon een smaak. Daardoor proef je het ook. Het is echt heel bizar. Ik wist echt niet dat het zou werken, want ik zag het overal voorbij komen en dacht, dit is zo raar. Dus er zit niks in je water, maar door de geur proef je toch iets. En het is echt waar, guys. Ik heb het uitgeprobeerd. En je proeft echt iets fijn hiervan is. Er zit geen suiker in je water, geen calorieën, helemaal niks. Je drinkt gewoon letterlijk water. En dat is eigenlijk precies wat ik nodig heb. Hierdoor drink ik gewoon kapot veel water. Dus mocht je nog een goede tip zoeken om meer water te drinken. Dit is dus wat bij mij nu echt super goed werkt. En ja, ik ga het nu lekker even helemaal opdrinken. En dan ga ik even snel koken. Ik moet even kijken wat ik ga koken vandaag. Ik heb nog niet echt boodschappen gedaan. Maar ik wil wel echt lekker gezond gaan eten. Dus misschien wordt het gewoon lekker een salade of zo. Dus ik ga even aan de slag. Ik moet trouwens hier echt opruimen. Mijn wasmachine was kapot. En toen moest ik al onze kleren naar de wasser brengen. En nu heb ik het hier liggen. En ik moet even allemaal opruimen. Echt drama. Als je wasmachine kapot is, terwijl je een baby thuis hebt. Het was echt, echt, echt niet leuk. Maar ik ga koken, guys. Een hele goede morgen, guys. Ik ben me aan het klaarmaken. Esat is nu even zijn melk aan het drinken. Ik ben even zijn pasje aan het inpakken. Ik doe er even een handdoekje in voor hem. En een zwembroekje. Kijk dit alsjeblieft, guys. Dat is toch gewoon te schattig. Maar ik moet het even inpakken. Want Esat die gaat voor het eerst vandaag eens naar de babyspa. Ik heb er echt onwijs zin in. Ik zag het echt zo vaak voorbij komen. En ik wil er echt heel graag zelf naartoe. Ik kwam elke keer niet zo goed uit. En toen hebben we dus gewoon een cadeaubon gekregen voor de babyspa. Met dit zwembroekje erin. Toen dacht ik, nou, ik ga het gewoon gelijk boeken. Dus vandaag gaan we gewoon lekker langs. Huh? Zwembroek? Kapot schattig, hè? De pasje komt er helemaal niet in, man. Sadie. En Zeddy! Wij zijn onderweg naar de babyspa. En ik wil jullie nog even wat laten zien. Ik had nog niets laten zien in mijn vlog. Maar dit is echt het schattigste ding ever. De eerste pasfoto. Zien ze dat? Van de Edson! Oh my god! En ik dacht, het wordt echt zo moeilijk om te schieten. Om te nemen. En we waren naartoe gegaan aan de fotograaf. En het was echt binnen no time dan gewoon. Hè? Ja. Hij had echt zo'n makkelijke trucje. Ik laat het even zien, want ik heb het gefilmd voor jullie. Baba. Baba.
Hallo. Het is een beetje lachen, joh. Het is echt handig om te doen, want ik had het op Instagram geplaatst. Dat ik die DM gekregen van, oh mijn god, als ik wist dat het zo makkelijk kon, dan... We gaan toch volgende week zijn paspoort Ja, zijn eerste paspoort krijgt hij. Krijgt hij een paspoort of ID? Nee, paspoort. Ik heb paspoort aangevraagd. Dus moesten we even pasfoto's van maken. Maar ik ben een beetje bang dat ik de verkeerde outfit heb gekozen. Want ik heb een witte outfit. Maar het heeft wel een printje. Dus ik ben heel erg bang of het... ik ben heel erg benieuwd of het goed gekeurd wordt of niet. Niet huilen, Sadie. Nou, dat is het. Neem jij deze mee? Ja. Neem jij Sadie mee? Ja. Hoe heet hij, Sadie? Oh, de petfeest. Hij is in slaap gevallen. Zo lekker weer, guys. Echt niet normaal. Can you wobble, 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 wobble? Let's go! Oh, ik krijg paniek, ik krijg paniek. Met je dikke onderkin. Heb je hem hier? Bij zijn rug gezet? Ja, ik pak yes? Hem. Kijk, zit er straks. Nee, zit er ruimte! Ik heb zo, denk ik, echt knock-out. Ja. Guys, ik wil net mijn outfit aan jullie showen. Maar zoals jullie horen, is Zeddy hem aan het gillen. Hij heeft letterlijk maar een half uur of zo geslapen naar de babyspa. En zeiden tegen ons: van hij gaat echt helemaal knock-out straks. Dat is bij hem echt niet gebeurd. Hij heeft echt te veel energie. Mijn zusje is even aan het oppassen. Maar hij gaat helemaal los. Dus ik ga er snel even zo naartoe. Ik wil even heel snel mijn outfit laten zien. Met mijn veel te grote broek. Op zich ziet het er wel leuk uit. Ik wil jullie eigenlijk heel graag even showen. Wat ik laatst bij de Zara heb besteld. Dus dat ga ik even heel snel doen. Oké, guys. Dan gaan we even mega snel alles opnemen. Voordat de kleine weer gaat gillen. Ik heb dus deze schoenen besteld van de Zara. Ik vond ze echt super leuk. En ik hou echt van platforms. En beige, hoog. Past gewoon perfect bij mij. Ik heb jeans gekocht. Weer lekker aan de grote kant. En hij is wijd van beneden. Ik wou nog zo'n wijde jeans van onderen. Hij is iets aan de lange kant, maar ik vind het hakken gewoon perfect. Ik heb een topje besteld. En die ziet er zo uit. Ik vond deze heel erg leuk. Het is van een speciale collectie van hun. Die is iets prijziger, maar ze hebben echt heel mooie items. En ik heb deze dus ook in het beige. Ik heb maat M en S. En om heel eerlijk te zijn is S zelfs heel groot hiervan. Dus mocht je deze op de website zien, bestel gewoon XS als je een S hebt. Ik heb deze top besteld. Gewoon een heel schattig topje met een beetje kanten details. Leuk voor de zomer. Ik heb een bandeau topje besteld. Dit is dus een maat S. Veel te klein, want er zit hier geen rek in. En je moet hem met een rits dicht doen. Dus deze moet ik echt terugsturen helaas. En ik heb strapless top. Kijk, hij ziet er zo uit. Een heel aparte top. Ik heb hem gepast. Super mooi. Hij zit echt super mooi. Alleen vind ik het een beetje moeilijk om een broek of zo onder te dragen. Je moet het echt met een rok of zo dragen. Alleen dan is het mooi. Dus ik ben aan het twijfelen of ik hem wel of niet ga houden. Want ik zoek eigenlijk echt topjes voor boven mijn jeans en zo. En ik heb deze jeans top gekocht. En ik weet dat deze dingen, dus er is echt gewoon absoluut geen rek in. Dus je moet echt gewoon twee maten groter nemen. Heb ik gedaan. Dit is een maat L. Nog steeds veel te strak. Dus deze gaat terug, maar ik vind hem echt super mooi. Maar ik denk dat jeans topjes gewoon even dit jaar niet van mij zijn. Dit was mijn mega snelle shoplog van de Zara.
Ik ga snel mijn pyjama aandoen en mijn tanden poetsen. En dan ga ik naar beneden. Want wij gaan de hele avond Bridgerton kijken. Ik ben echt een enorme fan van Bridgerton. En ik was dus ook uitgenodigd voor het event. En daar vroegen ze ook eens of we van die mega jurken en zo wou aandoen. Maar ik kon niet. Want ik zat natuurlijk met Assadi en zo. En het was een beetje te kort dag. Ik werd echt gewoon natuurlijk 3 dagen van tevoren uitgenodigd. Dus ik kon het allemaal niet echt fixen meer. Maar het leek me echt zo gaaf. Maar Bridgerton dus. En ik heb gehoord dat het seizoen echt zo tof is. Ik heb gisteren een story geplaatst. Want ik ben gestart met kijken. En ik heb echt zoveel positieve verhalen erover gehoord. Van dat het echt het beste seizoen ever is. En na de eerste seizoen zag ik echt niet aankomen dat er nog een beter seizoen kwam. Maar dit blijkt dus echt het beste seizoen ever te zijn. Dus ik kan niet wachten om te kijken. Maar ik wil eerst even lekker mijn pyjama aandoen. Mezelf een beetje verfrissen en dan lekker op de bank gaan liggen. Guys, voordat ik deze vlog af ga sluiten wil ik nog 1 ding laten zien wat er binnen is gekomen. Er is gisteren ook nog binnenkomen mijn ketting voor de SSD. Ik ben hier zo blij mee. Ik vind hem echt gewoon super mooi. Nog mooier dan ik had verwacht. En dit is eigenlijk gewoon letterlijk mijn moederdag cadeau. En morgen is het moederdag. En ik heb hem net op tijd binnengekregen. Ik ben er echt super happy mee. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende vlog weer.